Maar als er iemand iets wil, ja. Het is gratis. Ja, je kan er alles mee doen wat je wil, ja. Behalve geld verdienen. Mag dat niet? Nee? Jawel, als wij maar een bescheiden bijdrage krijgen. Ja, ja, ja. Bescheiden bedoelen we meer het overgrote deel. Nee, is dat waar. We hadden een non-commercial license, hè? Okay. Ja, we hebben even kijken, Creative Commons, Share Alike. Dus dat betekent dat die licentie ook door... Dus dat je hetgeen wat je ervan maakt, dat heeft dezelfde licentie. We hebben dus echt de meest restrictieve Creative Commons, hebben we. Ja, maar die kunnen we wel verder openzetten, hoor. Dat maakt mij niet uit. Zeg maar, ik begin te neigen naar een public domain licentie. Oh, echt helemaal opengooien? Ja, hoor. Nice. Want het is ook wel... waar ik ook achter kom... Mm-hmm. Is dat... wat zag ik laatst? Dat was een heel interessante infographic. En dat ging over boeken die uitgegeven worden. Ja. En het blijkt dat boeken van voor 1930 worden heel veel uitgegeven. Dus oude klassiekers worden heel veel uitgegeven. Ja. En van 1930 tot nu wordt er bijna niks uitgegeven. Alleen maar debuten en bestsellers. Oké. Omdat die rechten er zijn. En dus het idee is dat dat rechten jou beschermen en dat je door rechten geld kunt verdienen. Maar het probleem is dat de rechten jou eigenlijk obscuur maken. Ja. Dat niemand jouw dingen ooit te zien krijgt, omdat niemand er wat mee mag. Ja, ja. Ja, en dat is best een interessant gegeven. Maar dus... En dan moet ik ook eerlijk zijn, want ik ben dus ook zo'n producent die zegt van ja... Ik zou dolgraag jouw foto willen gebruiken, maar in alle eerlijkheid, ik wil helemaal niet al die romslomp eromheen. Ik wil alleen maar bezig zijn met creatieve dingen. En als ik dan allerlei rechten moet gaan afkopen om iets te kunnen publiceren, als je dan denkt over andermans materiaal gebruiken, ja, dan moet ik dus ook jou in de credit zetten. En hoe moet dat dan, et cetera? Dus je ziet dat, als ik foto's zoek voor presentaties, dan doe ik dat altijd in de Creative Commons afdeling van Flickr. Daar kan je specifiek aanvinken van ik wil alleen daar zoeken naar foto's. Want anders zit je gewoon in gedoe. Ja, precies, ja. En ik had bijvoorbeeld, er is één briljante foto die Luke Roblewski heeft gemaakt van een vrouw die tussen allemaal devices ligt. Dat is de foto om te laten zien van we houden van al die nieuwe apparaten die we hebben. Ja. Al die nieuwe briljante gadgets. Foto, ja. Die is niet Creative Commons. Dus daar heb ik hem expliciet moeten vragen. Via Twitter dan. Ik kreeg ook direct antwoord. Van, mag ik die foto gebruiken in een presentatie? Anders mag het eigenlijk niet. Of kan je er gelul mee krijgen? Ja. Dus dat... En stelde hij daar nog voorwaarden omheen? Nou, hij zei alleen geef me credits. Oh, okay. Een link naar de originele foto. Ja. Ja, want ik dacht ook nog zo, nou, als we dat voor de wasstraat moeten doen, moeten we het op zijn minst watermarken. Maar toen bedacht ik me, ja, wij zijn constant in beeld. Onze stemmen zijn bezig. Dus we watermarken het waar we bij zitten. Ja, en als ik het watermark, dan wil niemand het gebruiken. Wie wil weer een watermark van iemand anders in zo'n product? Precies, ja. Dus ik begin steeds meer, voor bijna alles wat ik doe... Helemaal public domain. Public domain. En dat komt natuurlijk ook een groot deel van wat ik doe... zitten in het proberen op te leiden van mensen. Ik probeer kennis over te dragen. Precies. Nou, als je kennisoverdracht niet in public domain doet, wat is het dan? Ja. Want ik doe dat niet omdat ik er heel erg rijk van wil worden. Ik doe het omdat ik vind dat met andere mensen er wat toffe dingen mee gaan doen. Ja, ja. Ja, dat is... En bovendien is het ook zo van je visitekaartje. Het enige nadeel van public domain, of van sowieso een open licentie, is dat je op een gegeven moment ook materiaal waar je zelf eigenlijk niet meer zo achter staat. Ja. Dat je daar meer mee geconfronteerd wordt. Ja. Maar ik heb daar overigens wel vrede mee, hoor. Materiaal waar je niet meer achter staat, kan je natuurlijk wel offline halen. Maar andere mensen kunnen er al wat mee gedaan hebben. Maar dat geldt ook voor alle CC-content natuurlijk. Ja, ja, ja. Voor alle content. Alle content die je ooit hebt. Ik bedoel, mensen kunnen het ook gewoon zonder toestemming doen. Natuurlijk.
Sterker nog, dat doen ze ook wel. Terwijl jij straks even afrekent. Ja, jij moet even... Ga ik even de camera eraf halen, want we zijn weer zo stom geweest om hem buiten op te hangen. Even kijken hoor, hoe we dat gaan doen.